Toen was een eerste helft waarin je eigenlijk bijna niets te doen had. Een tweede helft met enkele mooie nodige reddingen ook. Ja, de eerste helft heb ik geen hele bal tegengekregen om te pakken en stonden we echt goed te verdedigen. Tweede helft hadden we ook in handen, denk ik, en dan kwamen zij toch wel wat meer opzetten. Maar al bij al hadden wij toch wel de beste kansen, denk ik. Vandaag was het verschil tussen beide ploegen misschien de scherpte voor doel? Oh, misschien wel, maar ik denk dat Mignolet ook mijn wereldzeven Sven zijn bal eruit slaagt. Dus dat zijn momenten, dat zijn keerpunten. Ik denk dat wij wel de beste kans hadden van nee. Was het een logisch gelijkspel of zat er toch meer in? Ik denk dat we het gevoel hadden dat er toch wel meer in zat. Zeker gezien het spel, dat we toch wel een beetje de bovenhand hadden, denk ik. En in zo'n wedstrijd weet je dat een beetje alle beide kanten uit kan. En dan moet je ook een beetje chance hebben en voilà. Nou, welk gevoel hou je uiteindelijk over aan de wedstrijd? Positief gevoel, denk ik, omdat we toch wel de betere ploeg waren. En dat moeten we gewoon meenemen.